Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik ben hier met Honey. We zijn nu hier bij Dermaroze Huidkliniek. En ze hebben vandaag dus een open dag en daar vinden allemaal demobehandelingen plaats. En daar kun je dus nu vandaag even langs voor informatie en meer. Ik kan ook nog een drankje en een hapje doen, dus wij gaan daar vandaag langs. En Honey wil heel graag die demobehandelingen zien, joh. Ik wil het heel graag zien, ja. Dus gaan we gewoon samen gezellig daar naartoe. En daarna gaan we even lunchen, volgens mij met Esme erbij. En dat is de planning even voor nu. En dit is trouwens wat ik vandaag aan heb. Zo'n broek van LA Sisters. En een topje van Primark. Wij zijn nu in de behandelkamer. En Honey is vandaag mijn slachtoffer. Want zij gaat... Wat gaat zij doen? De ProShape-behandeling. Zij gaat de ProShape-behandeling doen. Ja, yeah. En het is een nieuw apparaat die zij dus nu hebben bij Dermaroze Huidkliniek. En dan gaan we vandaag eens uitproberen. Honey, liggen. Op mijn buik, hè? Ja, op je buik. First put a lotion is fresh, is a conducting lotion. Okay. This lotion is to transfer laser. That is the one that open fat cell to release out fat. Okay. The first step of the treatment will be a full drainage of all the area, not only buttock, but I treat all tides from here to here. Okay. Because I drain away everything. You will feel sucking and release, sucking and release. Tell me if it's for you too much. I change the pose. Okay. Je billen gaan gevonden worden, hoor. But imagine it's like a deep massage. Okay. So I choose the roller handpiece. Het leuke is als we bij de klanten laser. Dat toepassen, één been wel, eentje nog niet. Dan zie je het verschil. Dan maak ik een foto. Ja. En dan laat ik ze gelijk zien. En dan zien ze ook dat één been gelicht is en de andere nog niet. Het is prachtig om te zien. Ja. Is dat een soort van vacuüm? Zit ook vaak in de ring. Ja. Je hebt op de markt nu de LPG ervan, maar dit is de nieuwe versie van. Dus je hebt dat, maar de laser en de radiofrequentie zit er ook bij. Okay. Dus je hebt hem sterker, veel sterker dan wat je nu op de markt hebt. Ja. In a shorter time, you will find also the warmer action of the radiofrequency. Ja. Wat voel je, Ron? Oh, ik vind het lekker. Het moet een beetje warmer worden. Ik vind het lekker. Ja, het is lekker. Nou, Honey vindt het heerlijk. En deze behandeling duurt ongeveer 3 kwartier tot een uur, zei je, hè? En wat zijn de kosten van zo'n behandeling? Een losse behandeling is 75. Ja. Als ze die een pakket nemen, dan laten we ook altijd aan. En dan is het €600 voor 10 behandelingen. Okay. Dus dan is het €60 per behandeling. En dan zie je wel gegarandeerd resultaat dan. This is the pose that's more squeezy fat cell. Oké, ze gaan nu de billen van Honey liften. Gaststuk. Badlift. Ik ben inmiddels aan het lunchen met Honey. En inmiddels is Esme aangeschoven. Zonder eten. Without food. Ik heb trouwens een omeletje besteld. Ik heb hier echt zin in. En Honey heeft een uitsmijter. Die ziet ook er goed uit. Lekker. Oké, wij hebben inmiddels lekker geluncht. En ik ben nu bij Honey. We gaan even lekker chillen hier. En dat is even voor nu de planning. Wat Honey heeft gedaan trouwens bij Dermaroze Huidkliniek. Ze heeft haar billen laten liften met ProShape apparaat en huid verstevigd. En je zag gewoon na één behandeling best wel een duidelijk verschil. En je kan ook een before after vinden op hun Instagram als het goed is. Daar kun je ook naar kijken. En ja, ik vond het best wel gezellig. En ik ben nu echt heel moe. Ik denk gewoon even op de bank hier even een dutje ga doen. Ik heb net dit pakketje gekregen van Elle & Moore. Elle & Moore in Rotterdam. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Er zit een maskertje in, shampoo, bronzer, crème. Maar ik ben hier echt zo erg blij mee. Dit is de Glow Tonic van Pixi. En ik heb zoveel gehoord over dit merk. Ik ben echt benieuwd hiernaar. Ik laat jullie weten wat ik ervan vind. Ik ben eigenlijk aan het schoonmaken. En ik ga gewoon even deze opdoen. Als ik klaar ben. Kijk, hoe lang moet ik deze opdoen? 15 tot 20 minuten.
Dus dat ga ik nu doen. Oh mijn god, deze masker ruikt zo lekker naar rozen. Geur is echt gewoon heerlijk. Dit is trouwens mijn bril. Ik draag een bril nu. Jongens, ik kom net van Amsterdam Aesthetics vandaan. Ik heb net een stukje gefilmd bij de dokter. Hallo jongens, ik ben nu bij Amsterdam Aesthetics met dokter Adrian. Hallo. En hij gaat vandaag mijn kin weer corrigeren. Hij is echt super goed. Ik ga je heel eerlijk zeggen, de vorige keer deden de prikjes wel wat meer pijn dan vandaag. Hij is echt zo goed, het doet gewoon echt minder pijn. Het was gewoon ook snel gedaan. En kijk naar mijn kin nu. Ik weet niet of jullie het verschil zien. Het is nu nog een beetje gezwollen, maar je ziet echt zo'n verschil met net. Ik ben er echt, echt blij mee. Ik weet niet of jullie het zien. Maar ik ben echt heel erg tevreden vandaag. En dokter Adrian is echt een topper. Mario, dankjewel weer voor de service. Dit is echt de beste kliniek ever gewoon. Ik ben nu dus eten aan het voorbereiden voor Nessim. En dat is eigenlijk wat hij mag de hele dag door. Kip met zilvervriesrijst. Geen zout erin. En ik heb vandaag een beetje een soort van tomatenrijst gemaakt. Om een beetje smaak in zijn eten te krijgen. Want hij vindt het eigenlijk helemaal niet meer lekker. En dit eet ik al 11 dagen. Ja, dat is echt verschrikkelijk. En hij mag wat mag nog meer? Walnoten? Amandelnoten. En dingen. Zoete aardappelen en havermout. Dus ik ben zijn bakjes nu weer aan het maken. Zo, zijn bakjes zijn ready. Ik heb net heerlijk gesport met Nessie. En daarna heb ik een salade gemaakt met sla. 3 soorten sla. Wortel, mais, garnalen. En dan doe ik deze dressing eroverheen. Wee-yo, shit! Ik ga een stuk wanneer je een mooie shot wil maken, want het helemaal mislukt. Het ziet er nu zo uit en het ruikt ook echt super lekker. Ik ga eten, jongens. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik ben vandaag met Nessie. We waren vandaag aan de Action toe om de pakketjes, compleet te maken voor de kindjes. Maar Action is dus vandaag gesloten, zijn voor niks hierheen gereden. Is het wel open gewoon? Oké, dan gaan we dus naar een andere Action en vandaag gaan we dus pakketjes compleet maken voor de kinderen. We hebben het eindelijk klaar en dan vandaag is het dus zondag en woensdag gaan we daarheen. Okay, we zijn net aangekomen bij de tweede Action en die is gewoon open gesloten. Dus we hebben besloten om naar de Action te gaan in de stad. Want die is wel open, denk ik, toch? Precies. Het moet wel open zijn. We zijn inmiddels in de stad aangekomen. Goede dans en buk. Dus, super lang geleden we samen de stad in zijn gegaan. Trouwens! Je ziet daar mijn outfit gewoon. Oeh, kijk mijn outfit. Kijk. Oh, zie ik er niet precies uit hoe ik op vakantie eruit zou zien? Gewoon zwembroek en een shirt. Ja, lekker sportief. Wat heb jij aan vandaag? What the fuck heb jij aan? Ik ben daar nu pas zo. Wat heb jij aan? Een zwembroek. Heb je echt een zwembroek aan? Ja. Voila. Ja. Fucking rare. Ja. Haar jurk is al misguided. Ik dacht, ik zeg het even. Oké, dit is hoe we zijn geëindigd. We hebben weer een paar ballen gekocht. We hebben schriften gekocht. En pennen. En heel veel rugtassen. De mensen verkopen gewoon surfplank. Surfplank? Gastukken ons, wij zijn hier al zo lang mee bezig. En we krijgen het gewoon niet gedaan. Om per artikel, zeg maar, de goede hoeveelheid te hebben. Want we komen hiervan weer, komen hier 7 van tekort. En die ballen hebben we helemaal niet genoeg van. Oké, we hadden helemaal geen zin om te showen, dus ik ben hier aan het wachten met mijn tassen. En Nessie komt zo in zijn auto hier aan. We hebben allemaal rugtassen gekocht. Weerballen, tijdschriften, maar die kunnen jullie nou niet zien. En pennen voor de oudere kinderen. En ik ben nu hier aan het wachten op Nessie. Zo warm. Oké, wij zijn inmiddels bij Meram en we hebben allebei linzensoep besteld. Lekker, lekker. Oké, we hebben het echt heel lekker gegeten. En ik zit nu in de auto en SM is de motorolie aan het bijvullen. Daarna gaan we rustig door naar huis. Gaan we even de auto wassen en ga ik de pakketjes samenstellen. Jongens, zo wat verlichting. Ik was net aan het editen en toen zag ik dus dat ik de vlog niet had afgesloten. Dus dat wou ik bij deze nog even doen. Ik vergeet altijd om de vlogs af te sluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk vinden als een beetje goud. Lila, nu uit het raam gaan. En nee, nu. Goed zo.
Ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk vonden. Het is best wel een chaotische vlog. Ik was de eerste dag naar Dermaroos gegaan. En de volgende dag was ik te vinden bij Amsterdam Aesthetics. En daarna ben ik met Nessie naar de Action gegaan. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden. Geniet nog lekker van het weer. Ik ga het ook echt doen. Ik moet nog 2 vlogs editen en dan ben ik klaar. En ja, dat is het eigenlijk. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. En ik zie jullie bij de volgende vlog. Doei doei!